Stop het met roken, waardoor ik aanneem dat hij zich in deze rookvrije ambiance prima op zijn gemak voelt. Komt uit het Drentse land, maar heeft zich hier dusdanig en al sinds eeuwen gevestigd dat het hem naar het ook verkregen stadsdichterschap liet lonken, waarbij hij, zoals het ware dichters betaamt, het bommetjes gooien en niet schuwt. Is vrijgezel, geïnteresseerd in vrouwen en gek op komkommers. Dames en heren, ik geef u en geef u hem alstublieft een hartelijk applaus. Kees van Weer, zeg dat goed. Ja, Kees van Weer. Gaat hij zo, ja? Ben ik te verstaan? Nou, ik heb niet zoveel tijd, dus ik ga snel beginnen met wat korte grieven. Op het doek is Marlon Brando opgewekter dan Armando. Oh, niet zo heel kort. Ja, jullie moeten oppassen met korte vormgewichten, want voor je het weet is er iemand die ze smakeloos noemt. En meestal dat soort mensen die zeggen wel van, jullie dichters, hebben jullie wel zelfspot? Had ik niet. Maar daar heb ik voor gezorgd. Oh, ik sta hier bij onze nieuwe stadsdichter. En wie is dat? Kees van Weert ben ik. En ik ben stadsdichter sinds begin juli, officieel. Ja. Nou, dat is een bijzondere functie, Kees. Hè? Ook eervol, denk ik. Ja, heel eervol, tuurlijk. Ik vind het een geweldige eeuw van mijn stad. Waar ik bijna helemaal leven al woon. Om daar stadsdichter van te worden, nu nog. Na zo lang, ja, vind ik het geweldig. Nou zeg je oké, ik ben eigenlijk wel een echte keientrekker, maar hoe lang dicht je dan al? Nou, ik ben eigenlijk niet echt een dichter. Ik ben vanaf mijn middelbare schooltijd, ik heb een middelbare school gezeten hier op het Corderius College. En daar ben ik eigenlijk al vanaf de brugklas begonnen met theater en met cabaret. En daarna heb ik namelijk een soort, ben ik met cabaret eigenlijk altijd bezig gebleven. Dus eigenlijk ben ik meer een tekstdichter. Een tekstschrijver dan een dichter. Ja, maar toch, dat dichten, dat heb je natuurlijk in je. Dat heb ik vanavond ook gehoord. En hoe succesvol ben je daarin? Ja, het nieuwe stadsdichterschap dit jaar was een verkiezing. Daar kon je voor inschrijven, dat heb ik gedaan. Er zijn mensen geselecteerd, er was een finale. Daar deden 4 mensen aan mee. En van die 4 mensen in die finale heb ik gewonnen. Dus ik denk dat ik daar redelijk succesvol in ben. Want tekst schrijven is natuurlijk een vak apart. Dichten, daar zit ook vaak ironie in, scherpte, mooie rijmelarij, van alles en nog wat. Dat kan de politiek denk ik ook wel gebruiken in de gemeente. Ja, dat vind ik ook de functie van de stadsdichter. Zeker in een stad als die van ons. Dat de stadsdichter een beetje scherpte in zijn teksten brengt en de boel een beetje opschudt. En daar waar dingen fout gaan, dat daar de vinger op de zere plek wordt gelegd. En dat juist waar het goed gaat, hè, bijvoorbeeld straks wordt onze Lange Jan misschien de mooiste kerktoren van het land. Nou, dan kan ik daar ook een lofgedicht over schrijven, zonder ironie. Maar dat is het leuke. Want als ik je zo heel even snel beluister, ben je meer een positivo dan een negativo, hè? Ja, ik ben wel een positivo, maar ik mag wel graag ergens het filijnen. Ik mag wel graag langs de rand schrijven, zeker als het om een stad als Amersfoort gaat. Waar natuurlijk ook best gewoon dingen fout lopen en missers gebeuren. Dus dat is leuk. Niet op de stad op zich, maar kijk, we hebben een prachtige stad, maar meer het moment. Ik bedoel, ik kijk naar een heleboel dingen en dan denk ik, goh, zo'n stadsdichter die kan natuurlijk hier en daar, net wat je zegt, even de scherpte erin leggen. En ik zie toch een heleboel dingen dat ik denk, waar gaan we naartoe?
Oh, nee, maar dat heb ik al jaren gehad. In de jaren 90, begin jaren 90, was er een theatertalkshow in Amersfoort, Nieuw Amersfoort Spijl. Daar zaten hele leuke Amersfoorters in de redactie, ook mensen van Amersfoorts Krant. En daarin deed ik samen met een compagnon, een pianist, Antoine van Roenburg, deed ik al cabaret. En daarin sneden wij al de scherpe randjes van de politiek van Amersfoort af. Dus, en dat heeft een tijd stilgelegen en ik ben er weer. Dan hebben ze toch wat, je hebt toch wat achtergelaten dan waarschijnlijk. Ja. Waardoor je nu verkozen bent. Nou, dat weet ik niet. Maar goed, ik vind het ontzettend. Het heeft een tijd stilgelegen, maar ik vind het geweldig om het weer te doen. Ik vind het echt geweldig. We wachten vol spanning af natuurlijk. Want ja, we gaan je de komende jaar heel veel zien. Bij heel veel evenementen. En dan ga jij natuurlijk telkens weer even jouw mooie dingen laten horen, of niet? Ja, ik hoop het. Ja, ik hoop het. Het is elke keer weer spannend, want ik moet het elke keer weer opnieuw maken. Maar nee, ik vind het heel leuk. Veel succes. Dankjewel. Opa Malambo wist, via Google vernomen, in de oorlog wel uit kamp Amersfoort weg te komen. Daarnaast is zijn oeuvre ontzettend omvangrijk. Dus moet Fons Assebergs snel aan het werk. En voor een nieuwe bestemming voor de Elleboogkerk, een Malambo museum, serieus overwegen. Hij heeft nog iemand wat ondergeschreven. Van Dodeweert heeft in die tijd bij mijn weten als puber vooral in de bosjes gezeten. Nou, dan ga ik thuis even opzoeken wie die Van Dodeweert is. Dank u wel, fijne avond.